Hi! In deze video gaan we het hebben over de Steinel L840 LED IAF Cubo sensorlamp. Met deze elegante, digitale, maar ook zeer intelligente lamp maakt uw oprit tuin of deur een stuk comfortabeler. En niet alleen door het moderne design, maar vooral door de koppeling met andere Steinel lampen. Zo kunt u een verlichtende omgeving creëren die bij iedereen in het oog valt en ook nog eens makkelijk werkt. Wat deze lamp zo speciaal maakt, is dat de lamp kan communiceren met andere Steinel lampen. Wanneer u meerdere lampen heeft van Steinel, kunt u met behulp van Bluetooth en een gratis app van Steinel diverse persoonlijke koppelingen en instellingen maken. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat andere lampen aangaan bij de bewegingsregistratie van één lamp. U kunt ook meerdere lampen achter elkaar plaatsen, waardoor u door te lopen een zelf ingesteld lichtpad creëert. De sensorlamp is voorzien van een onzichtbare IHF-sensor, welke bewegingen registreert in een hoek van 160 graden horizontaal. Als u bijvoorbeeld 's avonds thuis komt, ziet de sensor uw beweging en gaan de ingestelde lampen aan. U kunt daarvoor de reikwijdte handmatig instellen van 1 tot 5 meter. Ook kunt u achterop de lamp bepalen hoe lang de lamp aan moet blijven staan, van minimaal 5 seconden tot maximaal 15 minuten. In de Steinel-app kunt u dit zelfs instellen tot maximaal 60 minuten. En wilt u nou dat de verlichting bij een bepaalde schemer vanzelf aangaat, dan kan het achterop de lamp ingesteld worden tussen de 2 en 1000 lux. En in de app tot wel 2000 lux. Ook kunt u kiezen voor de nachtverlichtingsfunctie, waarmee u de sensorlamp 's nachts op een dimstand van tussen de 10% en 50% kunt instellen. Deze instellingen zijn allemaal te maken in de Steinel-app of achterop de lamp zelf. De lamp schijnt licht van boven en beneden en heeft een 9,5 watt LED lichtbron, welke een lichtkleur van 3000 Kelvin afgeeft. Deze lichtkleur is de meest populaire kleur vanwege haar neutrale witte licht. Ook heeft de lamp een levensduur van 50.000 branduren. Daarnaast heeft de energiezuinige sensorlamp een IP44 beschermingsgraad, wat deze lamp bestand maakt tegen plensbuien en kan daardoor zeer goed buiten functioneren. Bovendien is hij gemaakt van UV-bestendige kunststof, wat ervoor zorgt dat het materiaal niet verkleurt. Hoe monteer je deze buitenlamp nou precies? Voordat u begint is het belangrijk dat u eerst de stroom in de meterkast uitschakelt. Een veilige installatie is namelijk erg belangrijk. Daarna schroeft u de schroefjes van de achterkant los en haalt u de achterkant eraf. Kies een plek waar u de lamp wil ophangen en schroef met de bijgeleverde schroefjes en pluggen het achterkantje tegen de wand. De kabel haalt u door de doorvuurtule en u verbindt vervolgens de blauwe en bruine draad vast in het kroonsteentje. Wanneer u de verbinding heeft gemaakt, klikt en schroeft u de lamp vast aan de achterkant. Uiteindelijk schakelt u stroom weer in en dat biedt een ontzettend mooi resultaat. Wilt u nou in de toekomst meer video's van ons bekijken? Dan kunt u zich hier abonneren op ons kanaal. Bent u geïnteresseerd geraakt in dit product? Klik dan op de link in de beschrijving en kijk voor deze buitenlamp, maar ook voor andere verlichtingsmogelijkheden van Steinel, op elektrototaalmarkt.nl.